Martha, you know.
Darling, how you been?
Kom dicht bij me, het is veilig zo. En niemand die ons ziet. Was geen plaats meer daar in de hel. Zullen wij vaak zo. Thank you.
Side of
Some get by and some get old. Who'll fight the way? End of our side and every fire.
Night.
Thank you. Dankjewel. In de AB heb je de vervelende bijkomstigheid dat je niet weg kan. Dus we zijn heel blij met het applaus en we beschouwen het als een bis-applaus. Waardoor ik dus heel smooth de twee andere platen die ik heb gemaakt er even in kan schuiven. Want ik heb alle drie de platen bij om te verkopen. Hè. Ik weet niet of iemand gekeken heeft naar, of nu al Trump of Clinton. Nee, niemand gekeken. Dat is heel braaf. Ik hoop nog altijd dat Bernie Sanders als Deus Ex Machina opduikt. Yeah. Maar ja, ijdele hoop waarschijnlijk. De voorbije jaren heb ik nog twee platen gemaakt. Anatomie van de Melancholie en Weg. We gaan van beide platen ook een nummer brengen. We starten met een nummer van Anatomie van de Melancholie. Het nummer heet Een verlangen naar ontroostbaarheid. Het was een plaat waarin ik gewoon bestudeerde wat mensen ertoe aanzet om in mijn ogen zwartgallige kunst te maken. In dit geval zwartgallige filosofie. Ook niet enkel te beleiden, maar ook te doseren. Patrice de Martelaar, daar gaat dit nummer over, was een fantastische professor filosofie, vooral taalfilosofie, in Brussel en Leuven. Ik heb heel veel geluk gehad dat ik haar nog mocht hebben als professor, want ze is vrij jong gestorven. Een van haar laatste bundels was Een verlangen naar ontroostbaarheid. Melancholischer als dat kan het bijna niet, denk ik, als titel. Dus ik heb het eigenlijk gewoon gestolen en daar dan een nummer van gemaakt. Speciaal dus voor Patricia de Martelaar. Een verlangen naar ontroostbaarheid, maar, en dat vergeet ik altijd, dat zou een schande zijn. Voor we eraan beginnen wil ik eventjes mijn muzikanten voorstellen. Zonder hen was dit eigenlijk een heel moeilijke oefening geweest, zo niet onmogelijk. Ik heb er heel hard van genoten, mannen en vrouwen, wat jullie vandaag gedaan hebben. Ik ga ze niet één voor één voorstellen, waardoor ik ga jullie eigenlijk heel hard sparen qua applaus vandaag. Dus ik ga ze in één keer voorstellen en dan mag je wederom, als je zin hebt en nog wakker bent, een applaus geven. Ik ga even de microfoon, zodat ik ze kan zien. Aan de drum Karen Willems. Maar nee, Cedric, dat was niet de afspraak, hè, jongen. Nu, Cedric heeft heel veel applaus nodig. Is nogal behoeftig. Dus dan weet je dat. Dat is de laatste daar. Die hou ik als laatste. Dus Karen Willems aan de drums. Gianni Marzo aan de gitaar. Nee. Kevin Imbrechts ook aan de gitaar. En andere soundscapes beiden. Sam Faas, cello. Beatrice de Klerk, viool. En als laatste... Herinner u zich behoeftig kind. Cedric Murat, viool. Ja. Zoals je bent, Cedric. Maar ik zie je graag. Oké. Een verlangen naar ontroostbaarheid. In the low,
in the light, in the voice, in the sight, nobody knows. Hiding in the light, who will I be? Thank you.
We zijn bij het laatste nummer aangekomen. Ja, dank u. Dan kunnen jullie terug even kijken hoe het in Amerika zit. En dat is een nummer van de eerste plaat, Weg. Ik heb twee nummers samengebald om nog wat meer reclame te maken, want ik heb daar nog een hele stok van over, van de eerste plaat. Het is echt een heel goede plaat. Ik denk toch wel de beste. En het ging over een aantal straten. Een aantal straten in Limburg, eentje in Leuven, geen enkel in Brussel. Voor de vierde plaat waarschijnlijk. En we gaan twee straten brengen, Singelstraat 11 in Brustum bij Sint-Truiden en Alkenstraat 9 in Stevoort. Zeg jullie waarschijnlijk helemaal niks. Hangen gewoon een aantal verhaaltjes aan vast die we even in het midden laten. Ik
Ik was blij met jullie als publiek. We zijn heel erg stil geweest, hoewel jullie heel dichtbij zitten en ik alles kan horen. Van gevezel en geritsel. Dat viel heel goed mee. Daar ben ik heel dankbaar voor. En ik hoop dat ik jullie misschien zelfs zie aan de verkoopstand. Of anders. En nog andere leuke venues die dit land rijk is. Heel erg bedankt en tot de volgende keer. Dank u.
came and I faced and I left. If you know, please hear me now. If I can know, I saw me, I came. If I know,